Het Salon van Genève is de place to be voor prestigieuze automerken en dit jaar is de Ferrari FF een van de absolute blikvangers. Deze shooting brake met 4 zitplaatsen is de vervanger van de 612 Scaglietti. Hij beschikt over een echte koffer waarin je sowieso 450 liter bagage kwijt kunt, alleen met zijn originele koetswerk. Dit is namelijk de allereerste Ferrari ooit met vierwielaandrijving. Het systeem is van eigen makelij, vederlicht en geïntegreerd in de elektronica die instaat voor de verdeling van het koppel over de vier wielen. En koppel heeft de FF in overvloed, maar liefst 683 Newtonmeter. De 6 liter V12 ontwikkelt 660 pk en wordt gecombineerd met een gerobotiseerde transaxle F1 versnellingsbak met dubbele koppeling en 7 versnellingen. De prestatiecijfers van de FF onderstrepen zijn supersportieve inborst, want voor de sprint van 0 tot 100 km per uur heeft hij amper 3,7 seconden nodig. De nieuwe Ferrari FF is uitgerust met keramische Brembo-remmen. De ophanging omvat gestuurde schokdempers die gebruik maken van synthetische olie met magnetische deeltjes. Zijn bijna 1800 kilo is gelijkmatig verdeeld met 47% op de vooras en 53% op de achteras.